Ik wil hier iets over Java vertellen. De meeste mensen die kennen het al. Maar het idee is ook, als we vanuit de organisatie aanwezig zijn op evenementen, dat we een kleine talk hebben, dat we input krijgen van de community, ideeën. Dat wil niet zeggen dat er alles of iets mee gedaan wordt. Want dat kan niet altijd. Daar moeten we ook gewoon heel eerlijk in zijn. Maar we willen graag, zo'n evenement wordt met de community georganiseerd. En ja, dan willen we daar gewoon graag rekening mee houden. Iemand die niet weet wat Tja is. Het is de volgende reeks in een hele lange reeks van hackercamps in Nederland. De eerste twee was ik zelf niet aanwezig. In 97 wel. Ik was 12, ik had geen idee wat ik deed, maar het was toevallig om de hoek. Sinds... In 2000 of zo. Het lastige bij Hall was is dat het op het terrein van de Universiteit Twente was. En er waren ook heel veel mensen zonder kaartje. Het was niet echt duidelijk hoeveel mannen nou daadwerkelijk waren. Maar dat heb ik dan verkeerd geëdit. Ja. Tot en met 2005 is het georganiseerd door Rob Grongrijp en iedereen daaromheen. Op een gegeven moment is het dus overgegaan, want zij hadden er op een gegeven moment niet zoveel zin meer in. Dat mag. Nu zijn wij aan de beurt, want ik heb zoveel tijd over, dus dat is handig. Waarom je erheen moet gaan? Ja, omdat het cool is. Leuk. We hebben een thema, convenience en resilience. Maar het idee is dat we dus heel veel dingen met technologie doen in ons leven. Om het allemaal makkelijker te maken. Maar dat heeft ook allemaal consequenties. We weten hier allemaal wat de ideeën daarover zijn. Het Internet of Things gebeuren tot een apparaatje overal. Tot aan je smart TV. Omdat het handig is, maar dat er wel een camera in zit. Wat security dingen heeft. Tot aan consequenties op het politieke spectrum van mensen die er niks van begrijpen. En ons regeltjes opleggen, et cetera. Waar leg je die afweging? Hoe ga je daarmee om? Is het centrale thema. Het design. We hadden in aanloop een design contest. Dat is helaas niet zo netjes afgehandeld. Maar uiteindelijk zijn er een aantal mensen bij elkaar gekomen. En die hebben een design gemaakt. Design is gebaseerd op de free speech flag. Deze kleuren kloppen gewoon absoluut niet met wat op mijn scherm staat. Maar dat ligt aan die beamer. even kijken, is deze beter te lezen? Ja, die is beter te lezen. Het idee is dus een free speech flag, is een vlag met 6 kleuren. Die kleuren worden gedefinieerd aan de hand van de SHA-hash. Dus wat je doet, je hasht een bepaald woord. Dat verdeel je in 6 blokken. Wat je overhoudt, dat zet je nog op die vlag. Dus die 6 kleuren, dat zijn gewoon de HTML color codes. En daarmee maak je je ding. Dan ga ik nog even laten zien hoe dat dan voor andere zaken eruit ziet. Even kijken. Dit is één voorbeeld. Het hoort niet zo langgerekt te zijn, maar... wat bijvoorbeeld ideeën zijn, is dit om dit op grotere banners. We hebben bijvoorbeeld aan RefSpace een cadeautje gegeven met een grote banner. Wat je zou kunnen doen, is die op een hek plakken. Of dit soort dingen in content gebruiken. We hebben bordjes. En dan krijg je dit soort dingen. Waarbij het woord ook gehashed wordt en dat je dan dat soort kleuren krijgt. Er was ook een idee over een t-shirt, maar iedereen heeft er eigenlijk over gezegd van nou, dat vinden we niet zo mooi, dus daar gaan nog andere mensen over nadenken. Ik probeer nog steeds Helene en Brainsmoke over te halen om dat die ook input daarop geven, want die kunnen dat gewoon heel erg mooi. Laat ik even verder gaan met... dat is goed, want daar wil ik straks ook nog even over hebben. Ja.
Waar is het? Daar. Ik kreeg de slides en er stonden er nog 6 voor waar je eerst aarde had enzovoort en dat steeds verder, maar dat vond ik een beetje te. Maar het is op het scoutinglandgoed in Zeewolde. Dat is een landgoed dat is gekocht door de scouting. De scouting kon dat doen omdat ze geld over hadden en een heleboel goodwill als scoutingorganisatie. En ja, we zijn dankbaar dat we er gebruik van mogen maken, want scouting heeft gezegd van jullie evenement dat past wel bij onze doelgroep. We zijn geen muziekfestival, dus dat is iets wat daar plaats kan vinden. Je kan dus ook daar met boot komen. Als je dat wil, dan moet je met Brenno praten. Die heeft er hele coole ideeën over. Maar goed, hij is hier niet meer. Maar je kan dus ook met de boot aanmeren. Als je er nog niet bent geweest, het is een heel cool terrein. Er is daar wat water. Daar mag je toevallig niet zwemmen. Dus even kijken. Waar mag je wel zwemmen? Daar mag je wel zwemmen. En we hebben een eiland. Dus ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat er een vlag op staat. Sorry? Ja, absoluut. Maar goed. Daar mag je dus zwemmen. Dus even kijken. We hebben hier aan de rechterkant waar dat zand is, gaan we een heel crew area bouwen. Met een Porto Cabin complex en tenten eromheen. Het voordeel is van dit hele terrein dat er al heel veel infrastructuur ligt. Want de scouting had hetzelfde probleem als wat wij hebben. Dat je op een terrein komt waar eigenlijk niks is. Dus dan moet je riolering aangeleggen, et cetera. Dus zij hebben dat op het terrein al zelf gedaan. Er ligt dus al riolering, er ligt al glasvezel, er ligt al koper, er ligt stroom. Wat we niet echt kunnen gebruiken omdat dat simpelweg niet voldoende is. Maar wel voor wat verlichting, et cetera. Dus dat is erg handig tijdens de opbouw. Dus wij hoeven geen generatoren aan te zetten, want de generatoren, hoe langer die draait, hoe meer uren het kost enzovoort. Eens even kijken wat voor dingen. Nog meer. Ja, ik heb nog wat oude foto's voor mensen die niet weten hoe het eruit ziet. Maar ik ga ervan uit dat de meeste mensen hier wel bekend mee zijn met vorige evenementen. Dat zijn wat oude foto's, dat is niet zo interessant. Een van de dingen is, ik wil graag kijken of we mensen input willen geven op de evenementenorganisatie. Dus heb je dingen die je terug wilt zien komen, heb je klachten, laat dat ook gewoon weten. Want we kunnen wel makkelijk zeggen van stuur een e-mailtje, maar ja, mensen doen dat toch niet echt. Er zeggen wel eens mensen van, dan vinden ze iets niet fijn. En ik zit nu 7 maanden bij de projectleiding en we hebben letterlijk geen 1 e-mailtje gehad met een klacht. Dus we willen graag er wat mee doen, maar dan moeten we het wel weten. Van Family Village, ja. Oké, dat klopt helemaal. Kijk, we hebben wat wijzigingen gehad in de organisatie. En dat is jammer. En soms stappen mensen eruit omdat ze dat niet leuk vinden. Ja, in dit geval is echt iemand of zijn echt veel mensen bij betrokken geweest. Maar werkt het voor haar niet meer. En dat is, dat is vervelend. We hadden er graag bij gehouden, maar soms loopt dat zo af. En dat, ja. Maar goed, er zitten nog 5 andere mensen in het family team. Reinder, jij wilde ook nog wat zeggen? Kijk, iedereen kan natuurlijk Angel Shifts draaien, hoe heet het, op het evenement zelf. Daar is Stijn helemaal verantwoordelijk voor. En daar help ik hem ook mee. Maar goed, dan gaan we een Angel System houden. Dan kan je punten verzamelen, dan kan je gratis t-shirt krijgen. En al het eten en drinken is verzorgd als je vrijwilligers bent. Dat was een van de dingen op Oom wat gewoon minder goed geregeld was. Dat was ook omdat er te weinig budget beschikbaar was, et cetera. Nu we het toch over budget hebben, veel mensen vragen dan van maken jullie de winst op? Een van de dingen die mensen dan zeggen is van je hebt een kaartje van €250, waar komt dat nu allemaal vandaan? Wij hebben dus berekend wat de kosten zijn van het evenement en wat de opbrengsten zijn. Op dit moment, wij gaan uit van, we hopen dat we 3500 bezoekers krijgen. Daarna, als we meer mensen krijgen, dan schaalt dat gewoon mee voor teams. Dan kan je meer
En dan kan je meer dingen doen. Dan kan je meer leuke dingen doen. Nou, dat hebben we dus daarvoor gedaan. Nou, je ziet ook om wat voor bedragen het gaat. Want veel mensen realiseren dat niet waarover je precies praat. En je ziet dus als je 5.500 man hebt, dat je over een budget van bijna 1.500.000 euro praat. En als je dat dan aan mensen uitlegt van oké, het gaat best wel over grote bedragen, dan slikken ze toch wel. Bijvoorbeeld de kaartjes zelf. We hebben gezegd €250, omdat het laatste CC-camp was €240. We wilden dat ongeveer in diezelfde lijn houden, niet te duur. Dan zeggen mensen wel van ja, maar CC verkocht ook €180 kaartjes. Ja, dat klopt helemaal, maar hun kosten waren wel €240. CC is best wel een rijke organisatie, zij hebben het geld beschikbaar. Dus ze kunnen het ook leiden als er 1000 man in één keer een goedkoop kaartje koopt. En dat kunnen wij niet. Wat er dan ook wordt aangegeven van OM, waren er op een gegeven moment ook wat goedkopere kaartjes. Dat klopt, want er was nog geld over van Har. Ik heb hier ergens de input staan wat we nog over hadden van Oom. Maar er stond €12.000 op de rekening. Daar heb ik nog een aantal facturen betaald en er moeten er nog een aantal betalen. Dus ja, eigenlijk is dat geld gewoon niet aanwezig. Nou, dat zijn van die zaken. Nee, je ziet een mooie rode lijn. Dat houdt in dat we eigenlijk negatief zouden uitkomen, maar wij hebben in het budget meegenomen dat we onvoorziene kosten hebben. Nou ja, als we wat van die onvoorziene kosten gebruiken, of als we dat niet echt meetellen, bij 3500 man zouden we ongeveer €45.000 overhouden. We weten dat je altijd onvoorziene kosten hebt, hoe goed we ook alles proberen voor te bereiden. Dus ja, dat is eigenlijk weinig ruimte wat we overlaten of overhouden. Een van de dingen die de kosten ook beïnvloedt is sponsoring. Nou, er zijn hele lange discussies over geweest van wie wil je nu wel sponsoring hebben, wie wil je nu niet. Het is duidelijk dat er minder commerciële sponsoring gewenst is, dus dat doen we ook niet. Het idee is dat je alleen kan sponsoren voor daadwerkelijk een project, sponsoring for goods noemen ze dat. Dus we hebben de badge, we zijn bezig met There is no game. Als je op het laatste CC-congres bent geweest, dat was heel erg populair. Je had overal terminals staan en je kon een hele quest houden. Ik heb het zelf niet gedaan, maar je zag terminals staan en er stond er 20, 30 man voor. Dat was blijkbaar heel populair. Maar goed, daar zoeken we de sponsoren voor die daaraan specifiek willen bijdragen. Nou ja, daarnaast hebben we nog een aantal bedrijven of organisaties die we gewoon al heel lang kennen. En zij willen gewoon een donatie geven. En dat accepteren we dan wel. Eentje daarvan is bijvoorbeeld NLNet. Zij doen dat al, ik geloof sinds 2001 geven ze gewoon een bijdrage. Ja, daar willen we geen nee tegen zeggen. Maar ja, er zijn ook organisaties die wel bij ons aangeklopt hebben, maar waarbij we zeggen van ja, dat past gewoon niet bij het evenement. De vorige keer was er een hele discussie over Fox IT. Dat willen we niet zeggen dat we iedereen die daar werkt, dat we die niet aardig vinden, maar als organisatie en sponsoring daarvan, dat past gewoon niet bij het evenement. Of althans niet wat onze bezoekers willen. Zijn er vragen over dit budget? Wat ik ga doen namelijk is, ik ga dit op de wiki zetten. Daar moet uitleg bij. Wat ik daarbij ook ga doen is, ik ga een stempel vragen aan bijvoorbeeld een NLNet en andere externe mensen. Zo van, is dit nu een organisatie die op winstbejag uit is? Maar dan hoop ik dat zij willen zeggen, nou, wij hebben daarna gekeken en dat is dus niet het geval. Oh ja, tuurlijk. Hey. Ja. Kunnen jullie dit lezen of zoiets? Zo? Okay. Nee, ik ga het ook even uitleggen. Nou, hier bijvoorbeeld het inhuren van mensen.
Net als bij de vorige evenementen zullen de mensen van projectleiding die fulltime eraan gaan werken. Al hebben we gezegd van we willen dat liever parttime, omdat iemand fulltime erop hebben eigenlijk niet zo nuttig is. Je kan heel lastig 5 dagen in de week besteden aan projectleiding. Maar goed, we hebben dus het idee dat er 2 mensen 3 maanden lang kunnen werken. En dat is dan eigenlijk voor minimuminkomen. Dus iemand kan net zijn huur betalen en dat is het dan eigenlijk. Clean up of the site. We hopen dat er veel mensen blijven en helpen mee opruimen. Maar wij moeten op het budget zeggen dat we eigenlijk gewoon een uitzendbureau huren en dat er gewoon 10, 15 man komen helpen opruimen. Want het veld moet ook weer leeg. Sorry? Ja, precies. Maar goed, dat. Nee, maar wij willen dat graag wel budgetteren. Insurance. We hebben een evenementverzekering nodig. Dat kost gewoon geld. Dat moeten we dus ook hebben. Vanuit de organisatie moeten we naar wat evenementen. We moeten rondrijden, we moeten spullen ophalen, et cetera. Dus dat zijn wat, wat travel kost. Boekjes, dingen uitsturen. Ik heb met Christel hebben een hele lijst gemaakt. Gaan we naar 200 hackerspaces. Gaan we posters sturen, stickers en een brief om ze uit te nodigen voor SHA. Maar ja, dat kost wel geld. Daarnaast gaan we op het evenement zelf gaan we ook boekjes geven. Dat moet ook allemaal gedrukt worden. Een vergunning aanvragen waar we ook nu mee bezig zijn. Ik kan wel bestanden zijn, maar ze vragen ons echt letterlijke boekwerken om in te vullen. Dat is gewoon bijna niet leuk meer. Maar dat kost ook geld, want die mensen willen dat ook geld om te behandelen. Ik had graag dat het gratis was, maar dat moet je. Uiteindelijk het hebben van een stichting, dat kost ook geld. We hebben een accountant waarmee we samenwerken, want ondanks dat ik uiteindelijk penningmeester word, wil ik dat niet allemaal alleen doen. En willen we graag dat iemand dat afhandelt. Voor Team Terrein hebben we, ik weet niet hoe we op dit bedrag uiteindelijk uitgekomen zijn, maar dat is €299.000. Dus dat is alles wat met het terrein van doen heeft. Het terrein zelf, water, het huren van tenten, het huren van de Porto Cabin Complex, alles wat erbij komt. Dat kost gewoon een hoop geld. Team Power bijvoorbeeld, alle aggregaten, diesel daarvoor, moet allemaal ingehuurd worden. Blijkbaar, daar moeten we nog even over gaan onderhandelen, is een van de requirements dat we fluisterstille aggregaten hebben, of moeten hebben. Ik weet niet waarom, maar goed, daar gaan we even naar kijken. Maar die zijn ook duurder dan normale aggregaten. Dus Timo zei al van, doe er maar €10.000 bij. Ja. Dat zijn een van die dingen. Decoratie, we willen het mooi aangekleed hebben. Safety en security. We willen heel graag security doen met vrijwilligers. Maar security en alles, dat is heel belangrijk voor de vergunning. Dus wij gaan dat helemaal uitwerken, een plan hoe we dat gaan doen. Maar we hebben daar waarschijnlijk niet genoeg vrijwilligers voor. We zijn gelukkig niet verplicht om het in te huren. Aangezien we de mensen niet hebben, moeten we dat wel doen. Dus wij zijn nu aan het kijken van gaan we samenwerken met de scouting. Ze hebben namelijk zelf allemaal security mensen. Die onze evenementen en bezoekers ook snappen. Dus niet gewoon een veetje, of zoals zij dat noemen, een speknek. Die betaald krijgt per politie ingreep. Want dat past gewoon niet bij ons evenement. Voor diegenen die bijvoorbeeld op CCC geweest zijn. Je hebt daar geen security gezien. Wat bleek achteraf, ze hebben daar een hele groep vrouwen ingehuurd, die waren security, dat bleek achteraf, daar wil je echt geen ruzie mee, want dat zijn vrouwen van 2x2 uit een scene waar je dus geen ruzie mee wil krijgen. Ze hadden wel een oortje in met een portefeuille, maar geen security kleding. Dus ze geïntegreerden gewoon binnen onze gemeenschap. En dat past gewoon wel beter. Maar die mensen inhuren, dat kost geld. Audio-video, die meneer wil wat geld hebben. Netwerk, die meneer wil wat geld hebben.
Ja, Family Village. Steeds meer mensen van onze doelgroep die krijgen kinderen. Daar willen we ook geld aan besteden. We willen een berg Lego hebben. We willen graag wat workshops voor kinderen, dat die ook leren. Dan kunnen we bijvoorbeeld ze iets laten solderen, een chipje weggeven, et cetera. We hebben één anonieme sponsor die heeft ons specifiek wat geld gegeven, wat we ook daaraan kunnen uitgeven, wat we heel leuk vinden. Dus dan kunnen ze bijvoorbeeld naar huis gaan met een Arduino of iets. En dat is wel leuk voor kinderen. Ja, verder allemaal kleine dingen. En ook onderaan project zoals de badge. Die is wel afhankelijk van sponsoring. Maar niet alles kan gesponsord worden. Dus dat moeten we geld geven. Ik heb gezegd van als ze hem kunnen laten vliegen, als ze een quadcopter van kunnen maken, dan krijgen ze extra geld als we het evenement zijn uitverkocht. Maar ik heb hem nog steeds niet zien vliegen. dit is dus een beetje het budget. Wij ook. Wij willen dat echt reserveren. Ik moet weer vragen herhalen. Of het geld is gereserveerd voor een volgend evenement. Ja, dat willen wij echt gaan doen. Ik weet je mening over dingen van Har, dat niet allemaal is uitgegeven op het moment dat je het wil. Wij moeten dat gewoon echt gaan oormerken. Van hoe gaan we dat uitgeven en op welke manier. Lastig is wel dat je dat pas na het evenement kan doen om te kijken, omdat je dan pas weet hoeveel er over is. Absoluut. Dus hierbij, dat is het doel. Dat moeten we even gaan bekijken. Hoe staat het met de kaartverkoop? Ik heb een aantal mensen heb ik het hier verteld, maar het idee is, we gaan niet publiekelijk een teller zetten op de website. Maar het gaat heel goed, het gaat veel harder dan Har en Oom op dit moment voor het evenement. Dus als het zo doorgaat zoals nu, dan verkopen we uit. 5000 kaarten. Dus dat... Ja, als ik dat... Als ik dat kon doen met statistieken, dat weet ik niet. Kijk, we hebben op CC hebben de shop geopend en binnen een dag hadden we iets van 300 kaarten verkocht. Je snapt dat vandaag niet gebeurt. Wij doen wat en dan zie je in één keer een dag, poenk. Ik stuur gisteren een Twitter bericht uit en een update over kaartjes en ik zie in één keer weer extra verkopen. Dus zo gaat dat een beetje door. Dus als er nog wensen zijn, dan horen we het graag. Glazen atrium. We kunnen eens kijken, maar ik heb... ik weet niet hoe we dat gaan doen, maar ja. Ja, overigens, Jan, die ik aanwijs, van kunnen we niet een of andere community tent maken waar zij hun lezingen in kunnen geven? Hebben we naar gekeken, maar dat gaat heel lastig en leek niet echt veel interesse in, zeg maar. Dus dat. Sorry? Ja? Dus. Maar. Goed. Het idee was waar ik over na was denken om één tent neer te zetten waar meerdere mensen dan lezingen in kunnen organiseren. Maar wat je nu ziet is dat er gewoon weer villetjes bouwen en die hebben daar hun lezingen. Dat hebben ze dan zelf onder controle en dat vinden ze prettiger. Dus,